Ja, dat is verzonnen bij het Centrum voor Vakmanschap. Hè. Wat gebeurt hier? Ja, het Centrum voor Vakmanschap is het opleidingscentrum van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wat gebeurt hier? We hebben bij drie afdelingen: bedrijfsvoering, de afdeling woorden, de afdeling blijven. Woorden, dat wil zeggen alles wat met de opleidingen te maken heeft, mensen wat van de manschap binnenstromen, maar ook alle specialistenopleidingen wat we doen, bevelvoerder, officier van dienst, chauffeur, pompbediener, chauffeur zelf te rijden met sirenes, noem maar allemaal op. Dat gebeurt hey, aan de woordenkant en over de blijvenkant en die doen hey, van manschap tot officier van dienst. Met een team, met specialisten erbij, doen we alles verzorgen in de bijscholing. Dus ook nieuwe dingen uit het land binnenholen en dan implementeren binnen de ganse organisatie. Dus dat is eigenlijk even kort en krachtig. Dus alles wat de brandweerman eigenlijk op straat deed, of dat, dat hebben ze heel allemaal ongeleerd? Ja, ja, Kries helemaal ongeleerd, ja. Dat klopt, ja. Ja Dennis, we gaan zo meteen zien we ja, getuigen van scenario's wat je ja, gaat naspelen eigenlijk. Hè? Ja. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, voor ons is een motto, train as you fight as you train. Wie zegt dus, dat? Train? Train as you fight as you train. Dus we proberen zo realistisch mogelijk de trainingen te laten plaatsvinden, zodat ze in de praktijk ook kunnen gebruiken. We moesten dan denken naar incidenten met gevaarlijke stoffen, kunnen vrij zo enceneren, dat soort procedures, protocollen kunnen naleven. En dat geldt ook eigenlijk voor incidenten met technische hulpverlening. Zeg maar een ongeval met een personenauto of een personenauto met een vrouwenauto, kunnen we allemaal inscenen. Zodat we leuk kunnen trainen. En ook als je straks zag de nieuwe dingen uit het land op binnenkomen, ook dan weer aan de lui overdragen, zal ik zeggen. Dus bijvoorbeeld ook dadelijk zien we echt vuur dadelijk bijvoorbeeld. Ja, ja, we zien ook echt vuur. We kunnen ook op verschillende manieren trainen. We hebben stokers wie dat heet. Vroeger wordt het hout gestookt, de milieu hebben we alles omgebouwd naar propaan. En ik heb hier veel verschillende scenario's, trainen, een uitslaande brand, bijvoorbeeld een garagebrand, moet de auto in staat, tot de uitslaande is, dat zowel de vlammen binnen of buiten zien, dan maar zeggen. We hebben een speciale container, boven ook het, ja, als een brandje ontstaat, de ontwikkeling van de brand, wie zich dat gaat ontwikkelen, met gaat zuurstof erbij, met minder zuurstof, vinden we natuurlijk gezegd, de brandregimes moeten we te maken kunnen krijgen. We kunnen dan ook van alles ja, echt laten zien, temperatuur laten ervaren. Maar we trainen ook wie voor het gewoon bestrijden. Op een veilige manier, met nieuwe tactieken, technieken ten opzichte van vroeger. Vroeger wordt gewoon naar binnen en zo snel mogelijk gaan doen. Ja. Nou, nu hebben we echt het thema ook, het motto ook, kiekenschool aan de boetekant. We moeten een aantal vragen stellen, voordat we naar binnen gaan. Dus eerst goede informatie krijgen voor beeldvorming binnen te hebben. Zodat we veel sneller adequater kunnen optreden. Ja Dennis, we gaan nu naar de zeegruimte, wat dat heb je ook? Ja, zeker. De zeegruimte hebben we ook. Eigenlijk een motorketting, zeg, wat ze bij de doe-het-zelf-zaken kregen of bij de specialisten. Die hebben vrij hoog, die hebben op de voertuig liggen. Dus die hebben we ook getraind. Niet zo met standaard stukje afzegen van in de boomstam. Maar hebben we ook getraind. Bij stormschade liggen bepaalde bomen liggen onder bepaalde spanningen. Dus we hebben ook getraind onder bomen onder spanning, takken onder spanning te zagen. Op een veilige manier, zodat er... Normaal als je een boom verkeerd ziet, dan kan je denk, pfum, alle kanten op schieten. En dat wordt nu geleerd om dat te voorkomen, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk is het een soort hoeveniersopleiding. Ja, echt wel. Ja, echt wel ja. We hebben ook een aantal leuke bij ons werken, die wat zowel vrijwillige brandweerman zien, maar ook zelfs bij een hoveniersbedrijf werken. Dus we hebben eigenlijk specialisten in huis en wat zaaginstructeurs zien. En de meeste van hen die hebben eigenlijk ook achterliggende ja, mooie skills geleerd gekregen vanuit een hoveniersbedrijf. Ja, die hebben we ook eens erbij zitten. Ja, dat was wel even chic om te zien. Ja, heftig, hè? Chic, hè? Ja, ja. Ja. Nu snap ik ook wat uurdubjes. Ja, zeker, zeker. Ja, okay, ja richting het technische hulpverlening gedeelte in de remise. Oké, okay, super. Ja, dat is hier achterstaat een oefenruimte ook. Hè. Wat gebeurt daar? Nou, dit nemen we weer de brandverloopcontainer. Dat wil zeggen, hè, gewoon voor echt dusdanig realistisch trainen, zodat we in de praktijk echt met te maken kunnen krijgen. Kijk, stookhoes kunnen we heel mooi inscenen tot bepaalde hoogte met temperatuur en omgeving. Maar hier kunnen we echt heel veel scenario's. Hè. We hebben een container ingeregeld. Op de kopskant een nummer van het kluis, daar kunnen we meerdere pallets in leggen. En dan kunnen we ook de brandverloop, de brandregimes die we dat nummer kunnen we mooi neerzetten. Zo realistisch mogelijk naar de praktijk. Dus we kunnen
dusdanig manier oefenen tot voor wie sec. Het brandverloop, kleine vlammetjes, grote vlammetjes. We kunnen met zuurstofregel, met deurtjes open, kleppen dicht, wie van dat nummer. En dan kunnen we ook de rookkolom van boven het plafond gas op de grond laten zakken. Om te kijken wat het dan doet in de praktijk. En even een deurken openzetten, wat is daar het effect van? En we kunnen dusdanig laten escaleren tot we een rollover krijgen. Dat wil zeggen een brandruimte. Dat doen we op een gegeven moment met de juiste indicatoren. Dan doen we de deur op de een hele grote steekvlam, die gaat bovenlangs het plafond. Dat kunnen we dan enceneren. Ja, we zien nu binnen. Vertel. Ja, je kunt, zoals ik al zei, je kunt ze binnen in een hoes. Eigenlijk is het nou geboord. Nou, de hoes is van de praktijk ook tegengekomen. Met het meubelen erin. En we hebben daar brandmeubelen. Die zien gaas gestookt. Ah, oké. En die gaan dan, daar kunt vuur aan. Dus hij kunt dan vuur uit eigenlijk? Oh. Hij kunt vuur uit, dat is juist voor een bank is. En als de mensen wat hier aan het blussen zijn, op de juiste manier blussen, kunnen we met de afstandsbediening dat vuur uit laten gaan of laten branden. En als ze niet blussen, liet ze het goed aan? Dan blijft het goed aan. Hier aan de achterkant tussen in een rookaggregaat. Dus we werken natuurlijk met oefenrook hier. Gewoon vuur dat levert geen rook op. Dat komt eruit. Dat kunnen we ook bepalen. Dus wie voelt zich, heb ze in de woning. Ah, oké. Okay. Dus we kunnen dat realistisch nabootsen hier. Ja. Meubelen erin. Magnetron. Eigenlijk alles. We hebben eigenlijk alles, ja. Super. Hallo beskikkers. Ja beskikkers. Hallo beskikkers.